Nationale Assemblee onthuld dat zich een mega fraudeschandaal heeft voorgedaan bij de Centrale Bank van Suriname via het ministerie van Financiën. Hij zei dat volgens betrouwbare bronnen het financieel betalingssysteem van de bank in april en juni van dit jaar is misbruikt. Eigenlijk is daarmee gefrommeld, voorzitter, waarbij bedragen tussen 500 en 900 miljoen zijn verduisterd. In georganiseerd verband zou vanaf de vloer tot aan de top van het ministerie betalingen zijn gedaan, veelal ongedekt, door de relevante documenten van ressus en missives en zijn overgemaakt naar spookambtenaren, spookaannemers en bedrijven. Deze zijn dus weer herleid naar een kleiner aantal rekeningnummers van mogelijk een stel dubieuze, invloedrijke personen. Informatie is ons zelf toegekomen, voorzitter, dat op een van de rekeningen zelf ruim 100 miljoen SRD is te herleiden. Als deze informatie klopt, voorzitter, een vrij ernstige zaak. In deze kwestie, voorzitter, begrijp ik dat in de kleine kamers reeds is besproken en dat er vanuit de justitie een onderzoek is ingesteld. Kan de regering het parlement dringend en opstandig informeren indien deze informatie op juistheid berust? Eén, op welk bedrag het hierbij gaat, hoeveel is verduisterd van de rekening van de staat, het ministerie van Financiën? Twee, om welke middelen gaat dit precies? Zijn er ook middelen uit het COVID-fonds, 100 miljoen van LVV, wateroverlast? Minister Krishna Kumari Mathura van Defensie heeft namens de regering bevestigd dat op 27 juni een valse betaalopdracht met een fake ressu is aangeboden aan de Centrale Bank. De Centrale Bank van Suriname is terstond gevraagd zulks aan te houden. Zij hebben daarna bericht dat er reeds twee betaalopdrachten voor dezelfde rekeninghouder inmiddels betaald waren op 25 april en 14 juni. En het gaat om een totaalbedrag van 40,9 miljoen SRD. Daar deze betaalopdrachten niet van financiën afkomstig zijn, zijn door de procuratiehouders aangifte gedaan, welke momenteel worden onderzocht door de afdeling fraude van de politie. Om het belang van het onderzoek niet te schaden, vragen we de onderzoekers alle ruimte te geven om snel en spoedig en zeer zorgvuldig het onderzoek te doen. Ook geen insinuaties en oordelen te vellen die niet terecht zijn. En vragen om het onderzoeksresultaat af te wachten. En dan zal uw college omstandig en de samenleving ook omstandig geïnformeerd worden. Dank u wel. Goed, dank u wel. Ik zie lid Bouva het woord vragen. Bouva gaf aan dat er wel betalingsopdrachten zijn gegeven en dat het om grootschalige fraude gaat. Hij vindt dat er koppen moeten rollen omdat de Comptabiliteitswet en de Anticorruptiewet duidelijk zijn overtreden.